Salim Bashir. Auw. Jij bent Merlijn helemaal niet. Paniek! Paniek in de tank. Ben je Pokémon-fan? Nee, wie is allemaal Pokémon-fan, jongens? Ik vind echt allemaal! Oh jee, ze zijn allemaal gek op. Wie is de leukste Pokémon, jongens? Wie is dat? Wie? Deze, die ken ik niet. Ik heb echt een hekel aan Pokémons. Als ik nog één zie, word ik gillend gek, kan je verklappen. Oké, welke Pokémon-liefhebber wil dit flesje kwakkeliksje van me kopen? Deze mag weg voor de helft van het geld. Heb jij 125 euro bij je, meneer? Ja, laat eens zien dan die 125 euro. Even wachten. Hij gaat even pinnen. Ja, als Merlijn erachter komt, dan zwijgt hij wat voor je. Weet je wat, jij kingsize mislukte Pokémon? Ik ga mijn kwak elixir wel ergens anders verkopen, ja. Voor 200 euro ga je verdwijnen, dan kom je ook weer terug. Dames en heren, geen paniek, ik weet precies hoe dit werkt. Geen idee. Even kijken, ik druk gewoon op een paar knopjes. Je zult zien, de draak is terug met de enkele tellen. Zal het echt lukken, kopers? Ik hoop het, ik heb geen idee. Zal de draak terug zijn, jongens? Dames en heren, Wok de draak! Ah, wat is dit nou? Pokémons! Ga weg, ga maar machine uit! Pikachu! Hoe niet de eerste? Weg ermee, ik zou wel de verkeerde knop hebben gedrukt! Kimcha, hè? Wil je nog een keer zien? Hoe heet die? Zeg het nog eens! Kimcha! Oh, Kimcha! Jongens, oproepen! 3, 2, 1! Kimcha! Hey, daar is Kimcha! Hey! Je mag nog even de foto, want die show is afgelopen! Dus bedankt! Voor de aanwezigheid, bedankt hier op het podium. Het zit erop, alle prijzen zijn uitgedeeld. En we zeggen tot de volgende keer. Tot ziens, nog veel plezier. Dag!